En de grote boosdoener is het weer, want het gaat ontzettend hard waaien vandaag. Vooral langs de Noordzeekust worden zware windstoten verwacht. En daarmee zijn we er nog niet, want er wordt ook winterse neerslag verwacht aan het eind van de middag. Vooral in het midden en in het oosten van het land kan het enkele uren gaan sneeuwen. En in Limburg wordt verwacht dat er vanavond en vannacht zelfs wel 10 centimeter sneeuw kan gaan vallen. Nou, hou daar dus rekening mee als je vanmiddag en vanavond weer die auto in moet. En die harde wind van vandaag in combinatie met springtij zorgt er ook voor dat er hoge waterstanden zijn langs de gehele kust. En Rijkswaterstaat en de waterschappen zijn dus extra alert. Ze worden ook maatregelen genomen, bijvoorbeeld in Zeeland. De 3 belangrijkste maatregelen zijn dat de panoramaweg in Breskes wordt afgesloten. De coupure bij de Kazematten in Vlissingen en de coupure bij het vertrekpunt van het fiets-voetveer in Vlissingen. Die afsluiting is gedurende de hele nacht en dat zal dan waarschijnlijk vrijdagavond ook weer herhaald worden. Want tot en met zaterdagochtend wordt toch wel hoog water voorspeld. Althans zodanig dat we wel deze maatregelen van paraatheid moeten treffen. En in België hebben ze het erover dat de zwaarste storm sinds 50 jaar wordt verwacht. Er worden daar zelfs zandzakken uitgedeeld. Nou, in Nederland is dat absoluut niet het geval. Maar de reddingsbrigade is wel in opperste staat van paraatheid. Want bijvoorbeeld de mannen en vrouwen van de reddingsboot uit Breskens in Zeeland dus, die hebben gisteravond hun overlevingspakken mee naar huis genomen. Normaal gesproken hangen die in het bemanningsverblijf in de vissershaven. Maar ze zijn bang dat het mogelijk niet meer goed bereikbaar is als de kades onder. Lopen. Dus vandaar dat de pakken mee naar huis zijn. In de auto liggen ze klaar, zodat ze toch in actie kunnen komen. Ja, precies. Nou, dit gaat natuurlijk alleen over Zeeland, maar dat is niet de enige plek waar maatregelen worden genomen. Absoluut niet alleen in Zeeland. Echt langs de gehele kust worden maatregelen genomen. Bijvoorbeeld ook in Friesland bij Holwerd. Daar is de veerdam afgesloten. Dus de hele pier richting de veerboot is volledig afgesloten gisteravond. En ook deze ochtend gaat dat weer gebeuren. Want door de harde wind en door springtijen liep het water over de weg. En dat was niet verantwoord. Dat heeft dus ook tot gevolg dat meerdere veerboten richting Ameland niet kunnen varen. Dus er is een aangepaste dienstregeling. Overigens ook de Hollandse IJsselkering bij Krimpen aan de IJssel, die is ook dicht om ervoor te zorgen dat mensen ook daar droge voeten houden. Want dat is het laagste gebied van Nederland. 7 meter onder NAP. Dus nou, laten we hopen dat het allemaal goed blijft gaan de komende dagen. Dan is het over een tijdje zover. Dan gaan we toch echt naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat betekent ook dat er weer een heleboel opiniepeilingen worden gedaan. Maar hoe betrouwbaar zijn die eigenlijk? Want we hebben in Amerika wel gezien dat ze er compleet naast zaten met de overwinning van Trump. Niemand had dat zien aankomen. En in sommige landen is het zelfs verboden om peilingen te houden in aanloop naar de verkiezingen. Zou dat hier in Nederland ook moeten gebeuren? Vandaag gaan opiniepeilers, journalisten, politici met elkaar in debat. Nee, je moet peilingen niet verbieden. Kiezers hebben dat nodig omdat ze daarmee weten welke partijen voorstaan en hoe ze eventueel de samenstelling van het kabinet kunnen beïnvloeden. Maar wat je moet doen, is je moet laten zien welke twijfels...